De Telegraaf heeft de pikante documenten over ProRail online gezet. Uit die documenten blijkt dat de boekhouding niet op orde is en dat fraude zelfs niet kan worden uitgesloten. Vanmiddag moet staatssecretaris Mansveld in een debat vechten voor haar politieke leven. Ja, deze documenten maken dat heel lastig, vertelt verslaggever Inge Lengton. De Kamer is eigenlijk boos en geschokt. Ze hebben met z'n allen een verzoek gedaan om de stukken boven tafel te krijgen. En gisteren kregen ze een klap in het gezicht van ProRail en staatssecretaris Mansveld, die ze gewoon weigerden om die stukken te overleggen. Dat is eigenlijk een dan. En dan liggen ze toch op straat. En ja, de Kamerleden kunnen nu met eigen ogen zien dat de documenten behoorlijk schokkend zijn. De optelsom van alles is niet mild, is niet mals. En staatssecretaris Mansveld wacht dus echt een loodzwaar debat.